Hallo allemaal, mijn naam is Tom en vandaag is het een nieuwe aflevering van het Minecraft Update Nieuws. En vandaag behandel ik het setup van vorige week, dat is 25A, B, C, D en E. En die van vandaag, 26A en B. Allereerst 25A, in versie B, C, D en E zijn er maar bugfixes gekomen, dus die ga ik niet echt behandelen. Maar ja, wat is nieuw toegevoegd? Je kunt zien, zoals in het beeld nu is, staat, prachtig Nederlands. Zombie villagers, die behouden hun beroep villagers behouden hun beroep als ze zombies worden. Als ze worden geïnfecteerd door het virus van de zombies, als het ware. Als ze worden gedood door zombies. En dus je kunt nu zien, je hebt een farmer, een librarian, een priest. Zombie villager, ach, super gaaf. Ook zijn de damages veranderd van de tools. Dus de pickaxe, de axe, de spade en de hoe zijn veranderd. De sword is voor mij nog hetzelfde. En ook de attack speed is een beetje nog veranderd. Dus je kunt nu zien in de tabel in het beeld hoeveel damage je nu per seconde doet. Per materiaal, diamond, iron, gold, stone en hout. En ook is nieuw optie bij command blocks. Dat is dan always active or needs redstone. Je kunt dan zien dat als je always active doet, dan is hij alsof hij wordt gepowered door een lever. En dan kun je bij je repeat, kun je dus gewoon in één command block kun je een command laten uitvoeren heel vaak per seconde. Dus nooit meer hoef je van die zomaar klok te bouwen en daar weer een part aan te doen. Maar gewoon heel simpel één blok die een command continu blijft uitvoeren. En dan nu 15W 36A. Allereerst zijn wat dingen gevallen met het armor. Het doet nu, het beschermt iets minder dan het vroeger deed. En hoe het nu zo is, hoe harder de attack, hoe meer damage er wordt gedaan op jou, hoe minder er wordt beschermd. Er is een soort van formule in de code om die dat dan berekent. Ik kan het beeld misschien een klein voorbeeldje doen van die code. En laat het verschil bij zien hoeveel bijvoorbeeld damage kan worden tegengehouden door het armor. En ja, hoe het is veranderd. Dus het wordt nu een stuk moeilijker. Je kunt minder snel slaan nu. Of althans, je kan snel slaan. Alleen het heeft niet echt veel nut als je heel weinig damage doet. Dus je kunt echt veel minder damage per seconde doen. En je wordt iets minder goed beschermd. Dus het wordt iets lastiger met PvP en PvE. En nog iets belangrijks is dat je nu collision aan hebt staan. Oftewel, als ik nu naar een entity toe loop, dat ik hem kan duwen. En dat was vroeger zo. Dat gebeurt nog steeds. Maar nu is het echt van, ik kan niet meer in hem staan. Zie je? Dat lukt gewoon niet meer. En ja, laat die varken even rondlopen, dat varken. En ook bij PlayStation zo, dus als ik nu tegen een speler aanloop, dan duw ik hem ook echt weg. Dat is echt, ja. Het is een beetje stom, maar je kunt ook uit met het command, kun je het beeld zien. Met het scorebord command kun je per vier opties heb je voor. Never, dat je collision gewoon nooit wordt uitgevoerd. Alleen op je eigen team, alleen op het andere team of bij iedereen. En ook fishhooks, die hoeken nu een stuk beter. Je kunt zien dat ze mooi worden gecentreerd op wat je wil, waar je op aimt, als het ware. Miauw. Ja. Jee. Ga ik dit varken? Die doet nu. Heeft een damage gekregen. Het viel me op, ze nam helemaal geen damage meer. Bij die testing. En shields en bows werken nu iets beter samen. Volgens mij is het zo dat als je een shield draagt, dat de bow minder damage doet. Ik zeg dit niet zo van, dit is een feit. Ik denk het. Er stond iets heel vaags over bogen en shields. Dat de shield de bogen wat tegeneffect geeft. Of het precies waar is wat ik zeg, weet ik niet zeker. Moet eventjes door iemand anders worden geconfirmed die het helemaal gaat testen. Maar het is wel zeker dat dat iets minder soepel werkt. Want je hebt natuurlijk in je linkerhand een shield, in de rechterhand een boog. Het is een beetje onrealistisch als je die twee dingen tegelijkertijd draagt. Omdat een boog twee handen nodig heeft. Maar ja, mensen, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.